Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van woensdag 7 augustus van Weerplaza. Het is voorlopig wisselvallig zomerweer. Dat komt doordat de wind vanuit het westen tot zuidwesten waait en er een lage drukgebied in onze omgeving ligt. Vanochtend komt vooral in het westen en noorden een enkele bui voor, bij een temperatuur van een graad of 20. Vanmiddag zien we vooral landinwaarts enkele buien, met name in het oosten en daarbij is kans op een klap onweer. De temperatuur ligt tussen de 21 en 23 graden en daarbij waait een matig tot vrij krachtige wind, windkracht 5 langs de kust. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. We kunnen de zon zien ondergaan bij een temperatuur van 20 graden. Morgen is ook een wisselvallige dag. Ik verwacht echter dat het op veel plaatsen heel droog blijft. Alleen in het noordoosten is kans op een enkele bui. Het wordt middags 21 tot 25 graden en later op de dag staat er minder wind. Vrijdag, zaterdag en zondag is het nog tamelijk wisselvallig. Vrijdag wordt het zomerswarm, landinwaarts, 25 tot 27 graden. Maar er kan verspreid overdag ook een enkele bui vallen. Zaterdag waait het flink vanuit het zuidwesten. En zondag, dan blijft het geheel droog en staat er minder wind. Mijn naam is Diana Woei van Weerplaza.